ontknoping in de Eredivisie, speelronde 34. Heerenveen, Go Ahead Eagles in het Abel Enstra Stadion. En er staat nog wat op het spel hoor, voor beide ploegen vandaag. Het zijn de nummers 9 en 10 van de Eredivisie. NEC staat op dit moment op plek 8. Dat is de plek waar Heerenveen, dan wel Go Ahead, ook wil staan aan het einde van deze middag. Het verschil tussen NEC en Heerenveen is 2 doelpunten. Het verschil tussen Go Ahead en Heerenveen en NEC is 2 punten. Beide ploegen kunnen dus nog vol voor die play-offs strijden. Alleen zijn ze wel afhankelijk van het resultaat in Nijmegen. Heerenveen moet 2 doelpunten inlopen. Go Ahead moet vandaag winnen en dan dus ook hopen op puntverlies van NEC in Nijmegen tegen Fortuna. En weet dat het al een beter doelsaldo heeft. Dus Go Ahead moet echt gewoon gaan hopen op verlies of gelijk bij NEC Fortuna. Heerenveen heeft het in principe nog wel in eigen hand. Maar moet het wel met ruime cijfers gaan winnen vandaag. Kijk ondertussen naar de opstelling van Heerenveen. Daarin toch geen verrassingen te melden. Ook bij Go Ahead geen grote wijzigingen. De grootste is dat Joris Kramer in de basis staat. Naast Jay Itzes. Dat heeft te maken met de blessure voor Nauwer. Kees van Wonderen. Hij vond het al wel leuk om hier naartoe te komen. Want de mensen die hij hier treft, daar heeft hij ook gedeeltelijk mee gesproken. Heeft hij al mogen ontmoeten. Het is een soort voorgerecht op dat wat komen gaat. En datzelfde zou zomaar voor hem kunnen gelden. Al is dat nog niet officieel bevestigd. Andries Noppert. Natuurlijk al een verleden in Heerenveen als jeugdspeler tussen 2005 en 2014. Zou hij dan echt terug gaan komen. Maar dan in het eerste onder de lat. Goeie bal waardoor Sar 1-op-1 kan komen met Noppert. En Noppert daar. Go Ahead. Behoed van een achterstand. Eerste grote kans van de wedstrijd. Binnen 10 minuten. Daar had Sar zijn 6e van het seizoen op zijn schoen. Tahiri wat verbolgen over het feit dat er geen aansluiting was. Niemand die in de bal liep. Wel de ingooi. En Noppert gaat erbij zitten en steekt zijn hand in de lucht. Ja, hij moet opstaan. Heerenveen speelt verder. Mulder wacht wel even geduldig. Maar hij ziet dat zijn conculega aan de andere kant blijkbaar verder kan. En dan gaat hij weer. En het kan niet eeuwig voor blijven duren. Dus nu geeft Kuzubiuk ook aan dat de verzorging het veld op mag komen. De knie wordt blootgelegd. Dat zag eruit en klonk als een gelijkwaardig overleg. Interessant inkijkje. Brouwers, die niet alles voor lief aanneemt. Best wel eventjes het kleine discussietje aan wil gaan met zijn coach. Córdoba helemaal vrij bij die ingooi. Tahiri herstelt dat snel. En dus Heerenveen weer met Haaien. En het strooien van zijn passes. Van Ewijk. De schepping van Halilovic wil zelf voor het schot gaan. Dat wordt hem nu ontnomen, maar een goede voorzet geven kan natuurlijk nog wel. En daar is Van Hooijdonk en daar is de goal. Vlak blijft naar beneden. 1-0 Heerenveen. Het uitverdedigen van Go Ahead is deze middag sowieso al niet je van het te noemen. Halilovic onderschept de bal van Kramer, kan de voorzet geven en doet dat uitstekend. Van Hooijdonk. Binnen de 5 meter kan die helemaal vrij inkoppen. Niemand die hem een stroopbreed in de weg legt. Ook Noppert niet. En dus Heerenveen nu in een zetel richting de 8e plaats. Als het zo blijft. Liedberg. Is dit dan de eerste mogelijkheid voor Go Ahead Eagles?
Del is mee, maar Liedberg wil het zelf doen. Doorzien door Van Beek. Deze bal van Liedberg. Een exemplarische bal voor de gehele eerste helft van de Eagles. En lukt helemaal niets. Balverlies door Radmagoen. Van Ewijk. Poging om uit te halen. Tahiri. Het ultieme verjaardagscadeau natuurlijk. Een wereldgoal. Vanuit de tweede lijn. Met een frisse blik en met een frisse moed wil Van Wonderen die tweede helft nog aangaan. Woudenberg raakt daar Liedberg in het duel. Biedt meteen zijn verontschuldigingen aan, maar hij ligt er nog steeds. En zijn eigen ploeg speelt door. Gekke situatie. Kuipers. Drezevic. Liedberg krabbelt weer overeind. Maar nog steeds speelt zijn team door. Mooi gedaan door Radmangoen. Kramer. En dat allemaal met een man minder daarvoor aan. Nu Haaien. 2 tegen 2 als het heel snel gaat. En als het supersnel gaat zelfs 3 tegen 2. Want daar is de kopbal van Hooijdonk. En dat was die derde man die binnen kwam lopen. De schoenen van Haaien worden gekust. En gelijk hebben ze bij Heerenveen. Want die ballen van hem zijn goud waard. Met gevoel gegeven. En ontzettend veel kwaliteit natuurlijk. Maakt Heerenveen er nu nog één. Dan wordt de opdracht voor NEC in Nijmegen nog een stukje moeilijker. Want die staan nog steeds op een achterstand van 0-1. En bij een 3-0 stand hier heeft NEC geen 2, maar 3 doelpunten nodig. Om dan weer achtste te worden. Kuipers. En Berden komt daar nog bijna aan. Dat is een prima voorzet van aanvoerder Kuipers. Maar Kuip op het juiste moment zijn kopbal timed. Waardoor Berden deze wedstrijd niet spannender kan maken. Radmangoen. Heil. Brouwers. Dat was mooi gespeeld door de Eagles met Kuipers. En die wordt daar heel even aangeraakt. Gaat toch door. Als hij was gaan liggen, had hij misschien wel een strafschop gekregen. Meest dreigende moment van de bezoekers. Na 75 minuten. Het zag er allemaal heel goed uit. Eigenlijk veel te goed voor wat we tot nu toe van de Eagles gezien hebben in dit duel. Moulenga kan koppen. En daar is de eerste poging van Go Ahead Eagles in deze wedstrijd. Waarmee Erwin Mulder aan het werk gezet wordt. Casey wordt bedankt. Zoals gezegd, het seizoen van de Eagles was er een om niet snel te vergeten. Het begon met die thuisnederlaag tegen Heerenveen. Maar hij heeft Go Ahead in de Eredivisie gehouden. En Go Ahead zal verder gaan met René Haken aan het roer. Om weer een extra jaar Eredivisie veilig te stellen. Dat zal ook volgend seizoen de doelstelling zijn. Alhaj. Moussaba. En dan wordt het niet 3-0. Moeizaam jaar voor Moussaba als het gaat om doelpunten maken. Want dat lukte hem namelijk nog niet. Hij heeft heel veel basisplaatsen daarvoor gekregen. De rug van Kaip. Tahiri is er voorbij. Hoe makkelijk gaat het bij Berden? En als struikelt Noppert en loopt dit voor Go Ahead. Toch? Nee? Ja? Nee? Niet goed af. Hoe is dit nou toch weer mogelijk? Wat is Noppert aan het doen? Moussaba scoort dan toch.
Het is absoluut niet de middag van Andries Noppert. Maar nu wel voor Moussaba, die eindelijk zijn Eredivisie goal te pakken heeft. En kijk eens wat het met hem doet. Daar komt zoveel frustratie uit. Dat is frustratie van een aanvaller die maar niet tot scoren komt. Het is hem van harte gegund, maar hoe dit tot stand komt. Je vraagt je af hoe het kan. En waarschijnlijk ook na het zien van deze herhaling. Tahiri komt Berden voorbij. Fantastische voorzet hè, van Tahiri. Achter het standbeen langs. En dan de verwarring compleet. Hel. Berden, komt er nog een slotakkoord van de Eagles? Ja, want dan scoort ook nog Moulenga. En als we het dan toch hebben over spelers die je wel een doelpunt gunt. Dat was bij Moussaba het geval, maar ook zeker bij Moulenga. De 38-jarige invalspits maakt zijn eerste van dit Eredivisie seizoen. En bedankt meteen het publiek dat hem natuurlijk al heel lang in de hart heeft gesloten. Het is een uitzwaaigoal. Zo lijkt. En dan gaat het nummer van Moulenga de lucht in. Ja, dat is wel echt heel mooi wat Van Wonderen hier doet. Hij haalt Moulenga er vanaf. 38 jaar. Oudste doelpuntenmaker van dit Eredivisie seizoen. Zwaait af. Het emotioneert hem. Ook het Friese publiek klapt mee. Er wordt nog eventjes afgewacht of het in Nijmegen heel gek af gaat lopen. De wedstrijd daar wordt hier op het grote scherm getoond. Heerenveen gaat de play-offs in. Dit seizoen zit er nog niet op. Go Ahead Eagles eindigt als 13e.